bam, grote laars op haar hand met de spijkertjes. Ze werd betrapt door een jap. Ik ben in 1936 in Zuid-Sumatra geboren. Nou, dat leek een hele gelukkige tijd. Totdat mijn vader overgeplaatst werd toen ik ongeveer 4 jaar was naar Amerika. In 1942 werd mijn vader weer teruggeplaatst naar Java. Toen werd er door de Shell gezegd, pas op, wacht even voordat je je vrouw en kinderen laat gaan. Maar mijn moeder is een stinkend eigenwijs Limburgs meisje. En die ging toch met ons tweeën, met het vliegtuig naar Bandung. En we kregen daar een prachtig huis. Dat heeft ze in 3 dagen voor elkaar gekregen. En ze gaat naar buiten. Ze kijkt naar buiten en ze zegt, oh my gosh, the Japs. Nou, toen wist ze dat ze te laat was. Of ja, dat wij echt niet naar India hadden moeten gaan. En even later kwamen de Japanners dus naar binnen schreeuwen. En met rietjes slaan en stokjes slaan. En die riepen, jullie zijn voortaan onze gevangenen. In het begin hadden we nog voldoende eten en nog wat vrijheid. Je mocht ook nog buiten het kamp blijven. Ze waren wel vervelend. En ze wilden hebben dat we op appel kwamen elke dag, 1 keer. Maar dat verliep nogal aardig soepel. Tot na zo'n 8, 9 maanden. Ze vertelden dat wij naar een ander kamp moesten. En toen hadden we al minder eten, kregen we. En er was al een hele hoop weggepikt van spullen door de Japanners. Die plunderden alles. Het was ook al dat we een paar keer Rode Kruis pakketten werden uit vliegtuigen gegooid en die pikten zij allemaal in. En daar zaten medicijnen in. Dat bleek ook na de oorlog dat de schuren vol met medicijnen zaten die ze nooit aan de vrouwen en aan de kinderen gegeven hebben. Toen we dus op een gegeven moment naar een andere kamp moesten, toen merkten we wel dat het een stuk slechter ging. Het transport was al verschrikkelijk. We werden in een bus geladen en ik kon er net niet in. En mijn moeder zei, dan ga ik er weer uit met mijn zusje, want ik wil bij haar blijven. En toen zei de Jappe, nou, we binden haar wel boven vast op de bus. Dus die hebben mij op de bus vastgebonden en ik kon me aan een klein hekje vasthouden. En het was helemaal niet zo'n grote afstand die we moesten reizen van Bandung naar buitenzorg. Maar we hebben er bijna 1,5 dag over gedaan in de gloeiende hitte, want Indonesië is heel erg warm. En ik heb daar bovenop dat dakje gelegen. Niemand kreeg eten of drinken. En er ging 1 Japanner mee. En als hij zin had om ons te pesten, dan liet hij gewoon die bus in de zon urenlang staan met al die vrouwen en kinderen die erin gepropt waren. En ja, wat dat betreft had ik het boven beter. Maar het punt was dat mijn moeder ontzettend bang was dat ik van dat dak af zou vallen. Want we gingen ook langs ravijnen. En dat heb ik ook wel goed gezien. En na 1,5 dag waren we dus in buitenzorg. En nou ja, daar was het echt een kamp, een concentratiekamp, zoals je dat ook overal op plaatjes ziet. We zaten met 200 in een hut. En we hadden dus 25 centimeter voor de kinderen en 50 centimeter voor de moeders. Zo. Maar mijn moeder en ik lagen naast elkaar en mijn zusje, die was 2, die hebben dwars boven ons gelegd. Dus wij hadden weer wat meer plaats. Mensen worden ontzettend inventief, hè, als ze in noodsituaties zitten. En dan komt even deze beer tevoorschijn. Die heb ik dus al vanaf mijn eerste verjaardag. En in die beer had mijn moeder al die juwelen gestopt van heel veel mensen om erheen ook. En op een gegeven moment hadden we Jappe Wander door in de gaten dat de vrouwen hun kostbaarheden in buiken van poppen naaiden. En toen moesten alle poppen werden dus ingepikt, ook van mijn zusje. En ik ging op die beer zitten en niemand had in de gaten dat die beer onder mijn derrière lag. Als ze ons betrapt hadden, dan was mijn moeder behoorlijk, hadden ze die gemarteld. Mijn moeder die zei, god, jij moet al lang op school zitten. Ik ga jou lesgeven met een vinger in het zand. Want wij mochten geen potlood en papier hebben, we moesten dom blijven. Dus die was op een dag was die mij sommetjes aan het maken in het zand. Ik was dus heel druk bezig met haar en op een gegeven moment, bam, een grote laars op haar hand met de spijkertjes. Ze werd betrapt door een jap. En dat gevoel, dat heb ik nooit meer gehad, die angst. We schrokken ontzettend. En ze werd aan de haren, ze had lang haar opgestoken. Werd ze aan de haren de barak uitgesleurd. En we hebben haar 2 dagen horen gillen. 2 dagen en 2 nachten, want ze werd goed gemarteld. En dan moesten die vrouwen in een broek, onderbroek en een BH langs de appel lopen, langs onze rijen. En dan kon je goed zien hoe ze gemarteld waren. Ze zaten onder de wonden.
Ik zie die beelden nog en ze werden kaal geschoren. Nou, ik vind dat de geschiedenis van ons land moet gehandhaafd blijven. En we hebben een grote brok van 300 jaar geschiedenis in Indonesië liggen, het vroege Nederlands-Indië. En ik vind dus ook ik vertel het verhaal om te benadrukken hoe heldhaftig de moeders zijn geweest in die jappenkampen om hun kinderen en zichzelf te laten overleven. En de anderen die het niet gered hebben, die verdienen ook heel veel respect, want die hebben wel gevochten om in leven te blijven.